Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en Serena, Larissa en ik hebben een fotoshoot samen met Lovies. Dat is onze favoriete webshop. En ze hadden gevraagd of wij een keertje model wilden spelen voor hun. Dus dat vinden we heel erg leuk. En dat is ook de reden dat ik nu geen make-up op heb. En Larissa die achter mij zit, die heeft ook geen make-up op. Want we worden straks opgemaakt, onze haren worden nog helemaal gefixt en we krijgen hele mooie kleertjes aan. Dus we gaan zo naar Amsterdam. We wachten nog even op Serena. En dan gaan we er tegenaan. Nou, we zitten momenteel op de weg. Serena is er ook bij gekomen en ik laat haar deze keer eventjes rijden. En Tara zit achterin. Eigenlijk is het meestal deze volgorde volgens mij. Maar meestal zijn wij ongewisseld dan. Ja. En volgens mij zitten er allemaal broodjes met tanden. Maar we zijn momenteel onderweg. En het is een klein beetje druk. Maar volgens mij gaan we wel redelijk op tijd komen. En ik ben heel erg benieuwd. Het zou vandaag een hele mooie dag worden. Iets van 17 graden met heel veel zon. Dus echt perfect voor zo'n fotoshoot buiten. En ja, we hebben er allemaal zin in. Ja, ik ben echt... Nog een keer. We hebben er allemaal zin in. Yay! We moesten eventjes verkassen, dus we staan momenteel buiten. Ik heb net in het busje eventjes omgekleed en Tara wordt hier verder gemake-upt. En dit is hoe ik er nu uitzie. Haren zijn gedaan, make-up. En ik heb een heel leuk jasje aan met allemaal steentjes en dingetjes erop en dergelijke. Heel flowy topje. En daaronder jeans en sneakers. Nou, we zijn net klaar met het shooten van de... eerste sessie, zeg maar de picknick sessie. We gaan nu even lunchen. Ik heb hier een donut die ook tijdens de shoot gebruikt werd. En het zijn echt super gave foto's geworden. Super vet. En we gaan dus even eten en daarna verder. Dus best wel veel werk gaat er eigenlijk zitten in zo'n shoot. Het is wel heel erg gaaf om te zien. En het weer zit gelukkig mee. Echt super lekker weer. Nou, het is wel een beetje fris, maar het zonnetje schijnt en er is helemaal niet zoveel wind. Dus dat is hartstikke super. Oh, film dat hondje daar. Hij is zo schattig. Je ziet hem lopen bij het water. Oh, kijk, kijk. Red ik dat? Oh, kijk nou, die kleine pootjes. Het is een soort baby chihuahua of zo. Ja, je hebt niet zoveel te zeggen. Oh, je filmt al. Oh, sorry. Nou ja, ik vind het ook heel erg leuk vandaag. En we hebben net ook met z'n drieën een shoot gehad. Dat was heel erg leuk, want dat hebben we eigenlijk nog nooit gehad. Ik ben heel erg benieuwd naar foto's van ons drieën gewoon samen. De enige foto's die we hebben van ons drieën samen recent, die hebben we gewoon een keer met een statief gemaakt. En nu is het wel echt wat leuker, wat spontaner. Ja. Leuk, kleurrijk. Dus ja, ik vind het wel leuk. We hebben echt perfect weer ook trouwens. Ja, het is echt lekker. Perfect weer. In de schaduw is het wel koud, maar in de zon is het wel lekker. Lekker temperatuurtje. En dit is een kleine sneak peek van wat er in de winkel komt. Ja. Hele gave top, leuke bangles en een lichtroze waterfall coat. Nou, we zijn momenteel aangekomen op de tweede locatie. Dit is op de Snoekjessteeg en we gaan even mijn make-up een beetje bijwerken. En dan hebben we hierachter een heel leuk winkeltje met eten en kleding en dergelijke waar we wat gaan shooten. En we gaan nu even make-up bijwerken, want er is even wat make-up onder de oog. Een beetje. Ik vond het volgens mij wel meevallen. Maar we zijn nog steeds bezig. Nou, we zijn aangekomen op locatie 2 en we zitten bij Betty Blue. En het is echt een heel leuk winkeltje vol met lekkere taartjes en leuke spulletjes om te kopen. Ja, heel veel aparte gadgets en kledingstukjes. Ik ben er volgens mij wel eens vaker langs gelopen met jou, maar het is nooit echt heel erg opgevallen. Maar ze hebben hele leuke dingetjes hier.
Nou, we zitten momenteel weer in de auto terug naar huis. En we beseften dat we net de meiden en de hele groep van Lofies niet hebben voorgesteld in deze vlog. Maar het was gewoon allemaal een beetje hectisch. We waren druk bezig, heel veel foto's gemaakt. En het is echt super leuk geweest. Dus we willen de meiden van Lofies en iedereen die heeft geholpen met de shoot heel erg bedanken voor deze dag. Ja, het was gewoon echt super leuk. We zijn heel benieuwd naar de foto's. En we hoeven gelukkig niet eens heel lang te wachten, want aankomende dinsdag... Ja. Staat het al op de website. Dus dat is echt super leuk. Ze kijken heel erg uit naar hoe de foto's zijn geworden. En ja, momenteel zitten we in de file. Dus het duurt eventjes wat langer voordat we naar huis of dat we thuis weer zijn. Maar ja, dat was het. Ik heb een beetje honger. Oh, we hebben ook nog wat lekkers meegekregen. Even kijken eigenlijk. Waar is die? Ik heb een zakje. En het is een soort van Rocky Road. En hij is met witte chocola, witte chocola, marshmallows, Oreo cookies zitten erin, ook wat noten en wat gedroogd fruit. Echt super lekker. En dat komt van die winkel vandaan waar we de laatste shoot hebben gedaan. Ik wil het zeggen. Oké, je mag. Kan ik het zeggen? Ja. Ik vind deze heel lekker. Zo. Hij is echt een toevoeging. Hij ziet er mooi uit. Ja. Nou. Waar is daar? Oh, ik zie jou niet. Daar, waar ben jij? Oh, daar. Of gewoon zo. Zou je een leuke dag gehad vandaag? Mm-hmm. Awesome. Oh, je bent ook aan het genieten. Ja, het was super leuk om te shooten. Heel leuk om te zien hoe dat nou in zijn werking gaat. En wat was je favoriete look van ons allemaal? Van ons allemaal? Mm-hmm. De laatste look hebben we trouwens niet eens laten zien. Ik heb mijn eerste look ook helemaal niet laten zien. Maar ik vond de shoot bij de picknickdeken vond ik heel erg leuk. Ja, die is gaaf geworden. Dus denk ik dat leuk. Het is een beetje dreamy. En mijn outfit deed me een beetje denken aan Jasmin. Toch? Jasmin? Jasmine. Want ik had een hele lange maxi skirt aan en een blauwe top. Het was allemaal een beetje flowy en ik zat op een dekentje. Dus vandaar. Ja, dus aankomende dinsdag komt de nieuwe collectie online en dus ook onze foto's. Dus hou de webshop zeker in de gaten. Voor allebei natuurlijk. En ik zal even een paar favorietjes vertellen. En dat is een trenchcoat die Serena had. Die is echt heel erg leuk. En Tara had een heel leuk groen army jasje aan. Die was ook echt super leuk. En ik had een heel leuk panterjurkje. Nou, echt iets wat je leuk, totaal niet bij mij zou bedenken wat ik aan zou doen. Maar was wel echt heel erg leuk. En we gaan gewoon eventjes nu verder naar huis rijden. En het schiet gewoon nog steeds niet op. Ja. Hallo, Shep. Waarom wilt die camera niet inzoomen? Dat is raar. Nou ja, dan maar even zo in your face, hè. Hallo. Meer. En we zijn momenteel aan het koken. Dit zijn Roosveld aardappeltjes, zoals het goed is. Rozenval. En hier op het vuur hebben we een beetje broccoli staan. Tadaa. En in de oven hebben we nog een beetje Kentucky Fried Chicken. Dat ik had gekocht. En sperrips van Broadway Steakhouse. Ik ben best wel moe na zo'n dag eigenlijk. Maar ik heb wel zin om lekker te gaan eten. En deze aardappeltjes zijn volgens mij ook gewoon lekker. Ze zijn al wel gekookt. Nou, we zijn eigenlijk een beetje moe door deze intensieve dag. Dus we zitten even voor de tv een theetje te drinken. Met lieve Shepling. Chef Kees op schoot. En ja, ik denk dat we gewoon even gaan slapen zo. Ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om deze vlog vrijdag te zien. Doe vooral een duimpje omhoog. En ik ben ook heel erg benieuwd, of wij zijn heel erg benieuwd, wat jullie van onze fotoshoot gaan vinden met Lofies. Dus laat ons zeker eventjes weten of je ook dinsdag gaat kijken naar onze foto's of de dagen daarna. Ik bedoel, ze blijven niet één dag online staan of zo. Misschien kan ik nog even, voor als iemand een foto op Instagram niet heeft gezien van Serena, even een fotootje laten zien. Dit is een sneak peek foto die Serena had geplaatst op haar Instagram. En dat is trouwens die trenchcoat waar ik het over had, die ik heel erg gaaf vond. En dan zie je mij in een jurkje. What? En Tara heeft echt een geweldig outfit aan die best wel festivalproof is, toch, denk ik? Ja, ik vond hem heel leuk. Toen ik deze foto zag, zat ik ineens te denken, ja, misschien is dat mijn favoriete
outfit geweest van de dag. Hoewel ik die trenchcoat van Serena ook heel erg gaaf vond. Ik heb hier nog een andere sneak peek. Show us. Dit is een, dit is niet hoe de foto is genomen, maar hier sta ik naast een, of hij is wel zo genomen trouwens. Hier heb ik een tuinbroek aan en ben normaal gesproken niet zo'n super fan van tuinbroeken, maar deze stond eigenlijk wel heel erg leuk. Het is een baggy versie ervan. Parkertje eroverheen. Heel leuk parkertje inderdaad, met van die leuke studs en dergelijke. Ook nog een... Had ik ook nog iets online gezet? Volgens mij nog niet echt, toch? Oh ja, deze. Dit was ook een outfit van mij. Dus, en dit is zeg maar de lange zwarte jas die we hebben, maar dan in het lichte roze. Nou ja, je kan ons natuurlijk ook volgen op Instagram. Dat is @tareverbon, @larisverbon en @serenaverbon. Als je daar ook nog misschien wat kleine sneak previews wilt zien. Maar de echte fotoshoots, ja nogmaals, ik ben gewoon super benieuwd. We zijn heel erg blij met deze dag geweest. Dus ik ga lekker douchen, want mijn haar is inmiddels een beetje een rommeltje geworden van al die haarlak. Maar de krullen, die zitten in ieder geval nog steeds wel heel goed in. En dan gaan we lekker slapen. En dat was het wel weer. Dus bedankt voor het kijken. Doei. Chip, wil je ook zwaaien? Nee. Chip, niet zwaaien. Oh. Niet zwaaien, Chip. Oké, slaap lekker. Wacht. Doei.